Het startschot van de Mr. Gay Belgium verkiezingen 2018 werd enkele weken geleden gegeven. En de campagne die loopt op volle toeren. Maar vandaag worden de heren eerst verwacht in fitnessclub Het Eiland, waar de catwalk en defilé training op het programma staan. Nog even aan het lichaam werken en de spieren goed opwarmen. En dan zijn de finalisten helemaal klaar om onderhanden genomen te worden door choreografen Raf van Puinbroek en Lize Dont. Allemaal zetten ze hun beste beentje voor. Al is het voor enkele onder hen toch wel een nieuwe ervaring. Vandaag was het de eerste keer dat ik een defilé liep. Het was superleuk. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zie direct wel naar uit om dat al te doen de volgende keer. Vandaag had onze eerste catwalk training bij Mr. Gay. Het was mijn eerste keer dat ik defilé heb gelopen. Ik ben zeer trots op wat ik gepresteerd heb en kijk echt uit naar de volgende training. Ook het defileren in K-bodywear moet ingeoefend worden. En nee, dat kan niet met de kleren aan. Als choreograaf is het altijd leuk dat er goede dansers tussen zitten. Maar natuurlijk, bij de Mr. Gay-verkiezing zijn we niet op zoek naar de beste danser, maar naar een ambassadeur. Maar een combinatie van beide is altijd leuk. Als Mr. Gay Belgium-finalist kom je vaak in aanraking met de pers en media. En dan kan je best goed voorbereid zijn. De jonge mannen krijgen in het De Keizer Hotel in Antwerpen de nodige tips en richtlijnen tijdens een intense mediatraining. C'est le genre d'entretien qui est très important dans le cadre de ce genre de concours, surtout pour les personnes comme moi qui ne parlent pas bien le néerlandais. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et je suis très content d'y avoir participé. Tijdens de mediatraining hebben we dus geleerd om de micro goed aan onze mond te houden, om in het publiek te kijken, om niet te snel te praten. Dus ja, heel veel tips. Het was heel nuttig. We hebben geleerd hoe je op verschillende manieren kan communiceren. Op de verschillende platformen, social media, tegenover de radio, televisie. Als finalist is het wel handig dat we mediatraining krijgen, omdat we ook we krijgen heel veel aanraken met pers en media. Dus het is wel handig dat we het zeker krijgen. Onder het motto hard werken moet beloond worden, sluiten de gouden 12 finalisten samen met Mr. Gay 2017 Jamie de Bleek de dag af met een gastronomisch menu aangeboden door het charmante restaurant Duke of Antwerp. Als organisator ben ik weer enorm blij met mijn nieuwe lichting. 12 sterke finalisten met een heel sterk thema. Ik ben erg benieuwd wie Jamie de Bleek op 2 juni zal opvolgen. Stapje voor stapje komen de kandidaten dichter bij de gala-finale. Wil jij er op 2 juni ook graag bij zijn? Surf dan snel voor tickets naar de website van mrgaybelgium.be.